Well, it's been a wonderful day so far. Het is een mooie dag zover. And we've just got this last wee moments together. En we hebben nog een paar momenten met elkaar. And you know, I believe God wants to do something. En ik geloof dat God iets wil doen. I do not believe for one moment that he wants anyone to leave the way we came in. Ik geloof niet dat hij wil dat iemand hier niet veranderd naar huis gaat. And it's really quite incredible what God can do in the final moments. En het is best bijzonder wat God kan doen in de laatste momenten. I have a personal story. En ik heb een persoonlijk verhaal. And it's from Color Conference. I'd gone to Color Conference with my daughter. En het gaat over de Color Conferentie. Ik ga samen met mijn dochter, dat is in Londen. And I had been diagnosed with a liver condition. En ik had toen daarvoor een diagnose gehad met een leverconditie. And during one of the sessions, Pastor Bobby asked anybody who needed healing to put their hand up. En tijdens een sessie vroeg Pastor Bobby, is er iemand die genezing nodig heeft? Which I did. En ik deed mijn hand op. But then on the drive after conferences had finished, my daughter and I were driving with some other pastors to another place. En op de terugweg was ik samen met mijn dochter in de auto met andere pastors. And one of the pastors was a lady from America, and she said, Joyce, I saw you put your hand up. En er was een van de pastors, zij was een vrouw uit Amerika, en ze zei tegen mij, Joyce, ik zag dat je hand opstak. She said, and if you would like to, do you want to share with me why you put your hand up? Because I would like to pray for you. En wil je met mij delen waarom jij je hand opstak? Want dan wil ik voor jou bidden. So I told her of the condition that the doctors had diagnosed me with. En ik vertelde de conditie waar de dokters mij hadden mee gediagnosticeerd. And she started to pray for me. En ze begon voor mij te bidden. And in that people carrier in downtown London, the Holy Spirit fell. En in die bus kwam de Heilige Geest. His presence was so strong and so tangible. En zijn aanwezigheid was zo sterk en zo tastbaar. That later on that evening, my daughter said to me as we got out the car. En later die avond toen we de auto uitstapten. She said, "Mommy, there wasn't five of us there. There were six of us there." Toen zei mijn dochter, we waren niet met z'n vijven, we waren met z'n zessen. She said, "God was there." Ze zei, God was er. She wasn't even a teenager. En ze was niet eens een tiener. And you know what? I actually did go back to the doctors afterwards, and then he actually called me. En ik ging later naar de dokter, en hij belde me later terug. And he said, "I don't know what's happened." He said, "But everything is not just normal; it's on the lower end of normal." En hij zei, de dokter zei, het is niet alleen normaal, maar het is nog meer dan normaal. How beautiful! Hoe mooi is dit? How beautiful! It wasn't even in the last session of Color Conference. It was on the way home from Color Conference. Het was niet eens in de laatste sessie, maar het was onderweg naar huis. So never underestimate what the power of the Holy Spirit is going to do in your life in these moments and as you go home. En onderschat niet wat de kracht van de Heilige Geest kan doen nu, maar ook als je naar huis toe gaat. Amen. 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 So I just want to encourage you as we come to the end. I want to encourage you with a subject that you probably have already heard about. It's called renewing your mind. En ik wil jullie nog bemoedigen met een onderwerp dat heet het vernieuwing van je denken. And you know, renewing our mind plays a vital part in us digging deep and growing up spiritually. Het vernieuwen van ons denken is een belangrijk onderdeel voor als wij dieper willen graven, emotioneel. I used to be a midwife for 12 years. Ik was een voetvrouw voor 12 jaar. Best job ever other than pastoring. Het beste werk ooit naast pastor zijn. Love the babies, love the midwives. Amazing. Ik hou van baby's, ik hou van voetvrouwen, geweldig. But last year I was back in the city where I had trained to be a midwife with my daughter. En vorig jaar was ik terug op de plek waar ik eigenlijk getraind was als voetvrouw. And we were in this big massive shopping mall walking around shopping. En ik was met mijn dochter samen in een hele grote winkelcentrum en we waren lekker aan het winkelen. And I said to my daughter, we started to play a game and it was, could we spot people who I maybe had delivered? En we deden een spel of ik mensen kon zien of mensen kon of mensen me opvielen waar ik misschien geboorte waar ik ze ter wereld heb gebracht. And interestingly enough, my daughter wasn't looking at prams and babies. En het was heel interessant, want mijn dochter was niet aan het kijken naar kinderwagens of naar baby's. She was looking for people who were aged between 21 and 31. Ze was aan het zoeken naar mensen die tussen de 21 en 31 waren. And you know what I'm going to say, don't you? En je denkt, ik weet waarschijnlijk, jullie denken dat jullie al waarschijnlijk weten wat ik ga zeggen. But just in case you don't, I'm going to say it. Maar als je het niet weet, dan ga ik het toch zeggen. We cannot stay spiritual babies. We kunnen niet geestelijke baby's blijven.
We need to grow up and mature. We moeten opgroeien, we moeten ontwikkelen. And I sometimes think heaven is looking over the balcony. En ik geloof dat er vanuit de hemel soms naar beneden wordt gekeken. I'm wondering why are we still in our prams? En dat ze zich afvragen, waarom zitten wij nog steeds in onze kinderwagens? Why are we still sucking our thumbs? En waarom zijn we nog steeds op onze duim aan het zuigen? When really we should be carrying the load and contributing. Terwijl we veel te dragen hebben. Ik wil nog toevoegen. And I believe truly a key to growing up and maturing is renewing our minds. En ik geloof dat de sleutel is in het opgroeien is om onze denken te vernieuwen. So that we can be daughters of God doing what he wants us to do. Zodat wij dochters van God kunnen zijn, zodat wij datgene kunnen doen waarvan hij wil dat wij dat doen. And fulfilling his plans and purposes here for the time that we are on planet Earth. En datgene datgene vervullen wat hij wil dat wij doen wanneer wij hier op deze aarde zijn. So I want to start by reading a scripture in Romans 12 verses 1 to 2 in the Amplified Bible, which means it's rather long. Yes. Ik wil een stuk lezen in Romeinen 12 vers 1 tot en met 2 vanuit een bepaalde vertaling die heel lang is. And then Chelsea's going to follow on with the scripture in Dutch. Is that okay? Yeah? Alrighty. So Romans 12 verses 1 to 2 in the Amplified. I'll speak it slowly so you can just grasp the precious words that are in this scripture. It says, "And do not be conformed to this world any longer with its superficial values and customs, but be transformed and progressively changed as you mature spiritually by the renewing of your mind, focusing on godly values and ethical attitudes, so that you may prove for yourself what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect in his plan and purpose for you." Mooi. Nou, ik hoop dat het in het Nederlands hetzelfde staat. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Wow, she did good. This basically means we are to exchange our natural thoughts for God's spiritual thoughts. En dit betekent eigenlijk dat we onze natuurlijke gedachten moeten vervangen met goddelijke gedachten. And it's incredible because when we do that it has the power to transform us. En het is geweldig want als we dat doen heeft dat de kracht eigenlijk om ons te veranderen, om ons te transformeren. It enables us to change from the inside out. Het staat toe dat wij kunnen veranderen van binnenuit. Just like I said earlier about strengthening our internal so it affects our external. Zoals ik al eerder heb gesproken dat we van binnen worden veranderen zodat dat ook extern mag. It enables us to develop and dig deep and mature. Het zorgt ervoor dat we ons kunnen ontwikkelen en dat we nog diepere wortels kunnen uitslaan. Because we set our minds on God's value, on his words and his truth. Omdat we ons richten op zijn woord, op zijn waardes en zijn waarheid. And it's only when we do that that we come closer to God's provision for us. En dat is de enige manier hoe wij dichter bij Gods voorziening voor ons kunnen komen. See, if you're here and you have a need and you are stressful and anxious, his provision is peace. Weet je, als jij hier een nood hebt, als jij bang bent of als jij bezorgd bent, dan is zijn voorziening is vrede. If you're mourning and grieving, then his provision is comfort. Als jij aan het rouwen bent, dan is zijn voorziening voor jou is comfort. And can I just say, grieving is not just the loss of a loved one. En rouwen is niet alleen het verlies van iemand. It could be the loss of a relationship, the loss of a job. It's not just the loss of someone. It can be a loss of something, and we grieve. Het kan ook een verlies zijn van iets. Het hoeft niet altijd een verlies te zijn van iemand. We kunnen daar ook om rouwen. But that does not need to go on for years and years and years. Maar dat hoeft niet jaren en jaren maar door te gaan. Jesus was in the grave for 3 days. Jezus was in het graf voor 3 dagen. Well, actually, he was in hell for 3 days for you and I. Dat waren. In hell. Sorry. Jesus was in hell. Oh, Jezus was in hell voor 3 dagen. But 3 days after he rose, he didn't stay there. En na 3 dagen stond hij op. And he paid a price for us so that we can rise from our grief also. En hij betaalde de prijs zodat wij kunnen opstaan eigenlijk en dat we kunnen herrijzen eigenlijk uit onze rouwen. And I remember when my father passed away. En ik kan me herinneren toen mijn vader heen was gegaan.
It was literally on the 17th day after he had passed away. Het was om de zevende dag, 17 dagen nadat hij was overleden. Because to enable his family to come from different countries, we didn't bury him till 16 days after he passed away. Omdat we moesten mensen overal vandaan krijgen, dus hij is na 16 dagen hebben we hem pas begraven. But I literally woke up the morning after we buried him and I literally looked at my husband and said, it is finished. En de volgende dag dat hij was begraven, keek ik naar mijn man en ik zei, het is geëindigd, we zijn klaar. And he was like, all right, dear. Hij zei, oké. But what I meant was, it is finished. I have grieved. En toen zei, wat ik bedoelde, het is klaar. Ik heb gerouwd. But I'm not going to carry that into my future. Maar ik ga er niet voor zorgen dat het mijn toekomst inkomt. And I felt the presence of God. En ik voelde de aanwezigheid van God. And it didn't mean I said to my husband, it doesn't mean I'm not going to miss him, because I miss him every day. En dat betekent niet dat ik hem niet ga missen. Because he was the kindest, most wonderful man on planet Earth I've ever met. He was just amazing. Want hij was de meest vriendelijkste man die ik ooit heb gekend op deze aardbodem. Hij was geweldig. But I actually dealt with the grief and I moved on. Maar ik heb afgerekend met het rouwen en ik ben verder gegaan. And I felt literally there was a beautiful song and it's called His Presence is Heaven to Me by Israel Horton. En er is een mooi lied en dat heet His Presence is Heaven to Me from Israel Horton. And I literally have to say, girls, I played that over and over again. En ik bleef dat nummer maar draaien en opnieuw draaien. And it was from Darlene Check's Victor's Crown album. En het was van een Darlene Check haar Victor's Crown album. And whenever it would come on, I would literally sense the tangible presence of God. En elke keer als het weer opkwam, ervaarde ik Gods aanwezigheid. And I would literally go to my knees in my home, in the kitchen, in the bathroom, wherever I would literally embrace his presence and go to my knees. En waar ik ook was, waar het ook was in het huis, of het nou in de keuken was of in de badkamer, ik ging op mijn knieën en ik ging God aanbidden. And I felt God heal me. En ik voelde dat God mij ging helen, dat hij me aan het genezen was. Of the loss of my father. Over het verlies van mijn vader. And I would end up praising God. En ik bleef God aanbidden. And I would end up going, everything I believed got stronger after my father passed away. En ik begon dingen te geloven over sterk te worden. When I would be in the presence of God. En want als ik in aanwezigheid was van God. I knew I was in the same presence as my earthly father. Dan wist ik dat ik ook in de aanwezigheid van was van mijn aardse vader. And if you've got loved ones who've gone ahead of you. En als jij geliefd hebt om je heen die heen zijn gegaan. I want to encourage you to praise God. En ik wil je bemoedigen om God te aanbidden. Because when his presence comes. Want wanneer zijn aanwezigheid komt. You're still in the same presence as the one that has gone ahead of you. Dan ben je nog steeds in de aanwezigheid van degene die hier voor je zijn gegaan. Isn't it powerful? Is het niet mooi? And then the other scripture was when in Jeremiah where it says I have a plan and a hope and a future for you. En in Jeremiah 29 staat dat God een plan en een toekomst voor je heeft, een hoopvolle toekomst. And that changed completely for me again. En dat veranderde voor mij weer opnieuw. Because my future is still with my father. Omdat mijn toekomst nog steeds bij mijn vader is. This seems so finite for us. It seems so final and real, doesn't it? Ja, het klinkt onrealistisch. But you know, we're just passing through. Maar we moeten gewoon doorzetten. Billy Graham said, "Heaven's my home. I'm just passing through." En Billy Graham die zegt, de hemel is mijn thuis. Ik ga gewoon door het leven. And you know, if you're here and you don't know Jesus, en als jij hier bent en jij kent Jezus nog niet, you do not need to leave this place without making him your Lord and Savior. Dan hoef je deze plek niet te verlaten zonder hem aan te nemen als jouw heerser. He wants to have a relationship with you. Hij wil een relatie met jou hebben. And for those of us who have made Jesus our Lord and Savior, en voor de mensen die Jezus als Heer van hun leven hebben gemaakt, we need to be about renewing our mind to walk in all His truth for us. Amen. Dan moeten we continu onze denken blijven vernieuwen om te wandelen in de waarheden van Hem. The fact is, if we don't renew our minds, we do not change. Want het feit is, als we onze denken niet vernieuwen, dan veranderen we ook niet. And it is an ongoing process till we go to be with Jesus. En het is een proces dat continu door blijft gaan. And you know, I'm 55 now and some natural muscle atrophy has started to happen. En ik ben 55 jaar en ik mijn spieren worden een beetje slap. Yeah, it all, yeah, okay. All flopping. Beetje slap. Yeah. But you know, the same happens if we don't actually keep our spiritual muscles active. Maar dat gebeurt ook als we onze geestelijke spieren niet actief houden.
quite a few years ago, I actually ended up hurting my back so badly that I ended up needing to have 4 weeks on bed rest. En een paar jaar geleden heb ik mezelf zoveel pijn gedaan, dat ik zoveel rugpijn, dat ik een paar weken bedrust moest nemen. And I'll never forget my doctor poking my stomach with his bony finger. En ik vergeet niet meer dat mijn dokter met zijn vinger in mijn buik aan het prikken was. And saying, Frau Wilkinson, where are your muscles? They are not here. Where have they gone? Oh, en hij prikte en hij vroeg zich af, waar zijn jouw spieren? Ze zijn er niet meer, ze zijn weg. It was very scary, but because I had no stomach muscles, my back had gone. Dus omdat ik geen spieren meer in mijn buik had. And I sometimes wonder if, you know, God saying, hey girls, where are your spiritual muscles? En ik vraag me soms af of God tegen ons zegt, hey meiden, waar zijn je geestelijke spieren? Because my doctor, as I went out, I was like terrified by the time I left him. As I was going out the door, he said, go find your muscles and then come back. En toen ik de deur uitging, zei hij, ga je op zoek naar je spieren en kom niet meer terug. But being in this environment, we get our spiritual muscles activated. Maar als we in dit soort omgeving met elkaar zijn, dan worden onze geestelijke spieren die worden geactiveerd. You see, I can't do it for you and you can't do it for me. I wish you could do it for me. Ik kan het niet voor jou doen, jij kan het niet voor mij doen. Ik hoopte dat jij het voor mij kon doen. But we can do it if we focus on God's word. Maar we kunnen het wel doen als we focussen op Gods woord. And allow him in us to do the work. En dat we hem toestaan dat hij in ons het werk doet. In James 1 verse 21, again in the Amplified version, it says, so get rid of all uncleanness and the rampant overgrowth of wickedness, and in a humble, gentle, modest spirit, receive and welcome the word, which implanted and rooted in your hearts, contains the power to save your souls. Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord dat uw zielen zalig kan maken. That's very powerful. Dat is heel krachtig. Implanted and rooted with the power to save our souls. Geplant en geworteld met de kracht om onze ziel te redden. Now that's not passive, that is very proactive. Dat is niet passief, maar dat is proactief. So being in a Christ-centered Bible-based church is great. Om in een kerk te zijn waar de Bijbel een middelpunt is geweldig. Being here today is great. Om hier te zijn vandaag is geweldig. But you know, change is only really going to come about when we start to do what we hear. Maar verandering komt echt als we datgene echt gaan doen wat we hier horen. That is the digging deep part. En dat is het diep graven. And it takes the muscles. En we hebben daar de spieren bij nodig. But one of the steps that we can do to start this process, because sometimes I think we know how we should be, but how on earth do we get there? En een van de dingen waar we mee kunnen starten, want we weten wel waar we heen willen, maar we weten niet hoe we daar kunnen komen. But one of very simple is to speak truth out. En een van de makkelijkste dingen is eigenlijk om de waarheid uit te spreken. Speak what we believe out. Spreek datgene wat we geloven. Spreek dat uit. Because it starts the process and it activates faith. Want dat start het proces eigenlijk en het activeert het geloof. And we need to be purposeful about what we are saying. En we moeten doelgericht bewust bezig zijn met datgene wat we zeggen. I once heard somebody say, if you really want to know what's in your heart, record what you are saying for 24 hours. En ik heb ooit gehoord dat iemand zei, als je echt wil weten wat in je hart afspeelt, kijk even naar de woorden die jij zegt in 24 uur. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Uit de overvloed van het hart spreekt de mond. So what is in our heart? Dus wat gebeurt er in je hart? Wat is er in je hart? And if we don't like what's coming out of our mouth, en als je er niet van houdt van datgene wat je uitspreekt, then it's simple. Let's replace it with the beautiful, pure word of God. Dan is het makkelijk, want dan moeten we kijken en vervangen met de woorden van God in ons hart. And you see, speaking the truth out is not denial. Om de waarheid uit te spreken betekent niet dat je ontkent. Your past or your current situation is a true fact, yes? Jouw verleden en je huidige situatie, dat is een feit. But the powerful thing about God's word is that God's word is the ultimate truth. Maar het geweldige is aan Gods woord is dat Gods woord is het ultieme waarheid. We acknowledge the facts and how they make us feel. Absolutely. We moeten zeker erkennen de feiten en de dingen die we voelen. Dat moeten we zeker erkennen. But we live by faith. Maar we moeten leven door geloof.
God created the heavens and the earth through his words. God heeft de hemel en de aarde gemaakt door zijn woord. And his words in our hearts and in our mouth have the power to create. En zijn woorden in ons hart en ons mond hebben de kracht om te kunnen creëren. So I hope that we all go out of here today with a greater resolve to put the precious word of God into our hearts. En ik hoop dat we allemaal weggaan en dat we ons best doen om datgene van God toe te passen. So I want to ask you to ask yourself, what is your situation right now? Dus ik wil jou vragen om jezelf af te vragen, wat is jouw situatie op dit moment? And what does God's word say about it? En wat zegt Gods woord hierover? And speak God's word concerning it. En spreek Gods woord hierover uit. You see, Proverbs 18 verse 21 says that death and life are in the power of the tongue. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Exactly. And you know what? You know, you're not on your own. Jesus has gone before you. He's already had to do this. En je bent niet alleen, want Jezus is je al voorgegaan. Je hoeft dit niet alleen te doen. In Matthew 24 we see how he was in the wilderness tempted by the devil. En in Matthäus 24 zien we hoe Jezus in de woestijn werd verleid door de duivel. And he'd been fasting for 40 days, so he was hungry. En hij was 40 dagen was hij aan het vasten, dus hij had honger. So we can see that he was in the wilderness for 40 days, he was hungry, he was tired. All of that was true. En we kunnen zien dat hij 40 dagen was hij in de woestijn. Hij was moe, hij had honger en dat is allemaal waar. But when he was tempted, he replied with it is written. Maar toen hij werd verleid, gaf hij elke keer het tegenwoord, maar het is geschreven, het staat zo in de Bijbel. He knew the word, he believed the word, and he spoke it out in faith. Hij wist het woord, hij kende het woord, maar hij sprak het ook uit in geloof. And that's why it's so important to have his truth and his thoughts in our hearts and in our minds. Daarom is het belangrijk dat we zijn gedachten, zijn waarheid in ons hart hebben en in onze denken. In Job 20 verse 2, Job says, my troubled thoughts made me turn back because of my inner turmoil. My troubled thoughts made me turn back because of my inner turmoil. Okay, mijn onrustige denken zorgde ervoor dat ik terugkwam. Yeah? All good? Yeah? No, you're awesome. Basically, Job said his troubled thoughts made him turn back, but we can replace our troubled thoughts. God said, "Let not your heart be troubled." Maar eigenlijk onze onrustige denken eigenlijk kunnen vervangen door datgene wat Gods woord zegt. Want Gods woord zegt dat we niet bezorgd hoeven te zijn. 2 Corinthians 10 verse 4 says, "The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they are divine power to demolish strongholds." En in 2 Corinthians 10 verse 4 staat datgene wat we niet, datgene waar we mee vechten. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Strongholds are what thoughts become if we do not pull them down. Bolwerken, dat is dat als wij onze gedachten niet vervangen, als wij onze gedachten niet meer afrekenen, dan komen er bolwerken. But I want to encourage you, it doesn't matter what you are going through, there is a solution. En ik wil je bemoedigen, het maakt niet uit waar je nu doorheen gaat, er is een oplossing. In Christ there is a solution. In Jezus Christus is er een oplossing. In Jesus there is hope. In Jezus is er hoop. And the Holy Spirit can lead and guide us into all truth concerning all things. En de Heilige Geest kan ons overal naartoe leiden. Hij kan ons naar elke waarheid leiden. I want to encourage every single one of us to replace the lies that the enemy has brought into our life with the truth of what God says. En ik wil jullie allemaal bemoedigen, datgene wat de duivel eigenlijk in jouw hart heeft gelegd, dat je dat gaat vervangen met datgene wat God over je zegt. Romans 15 verse 13 says, "May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit." De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. And I want to encourage you, when you read the Bible, don't read it for what you have to do. En ik wil je bemoedigen, als je de Bijbel leest, kijk niet naar de dingen die jij moet doen. Read it to discover what Jesus has done for you. Maar lees het en ontdek wat Jezus voor jou heeft gedaan. It will change how you approach the Bible. Het zal veranderen, hoe jij de Bijbel pakt, dat zal veranderen, hoe je daarnaar kijkt.
And remember, there is never a convenient time to start. We need to start now. Er is nooit een perfecte tijd, een beste tijd om te starten. We moeten nu starten, nu beginnen. Don't look at the months you don't have. Look at the months and the years that are ahead of you. Kijk niet naar de maanden die je niet meer hebt, maar kijk naar de maanden die voor je liggen. And set your mind on the word of God. En richt je op het woord van God. As I close, you know, last night I was in this beautiful room with this massive bed, no dogs, no teenage kids wanting to cook a feast at 11 o'clock at night. En ik was gisteren was ik op mijn hotelkamer en ik had een heel groot bed en ik hoefde me nergens zorgen over te maken. No snoring husband, but don't tell him I told you that. Ik had geen man om me heen die snurkte. And I set my mobile alarm. En ik deed mijn alarm aan van mijn telefoon. But you know what? Maar weet je wat? I couldn't sleep. I kept waking every hour and a half and checking the time. En ik kon maar niet slapen en elk anderhalf uur zat ik weer op de telefoon te kijken om de tijd te checken. Because I wasn't trusting my alarm clock. Omdat ik mijn alarm niet vertrouwde. And I didn't want to sleep in for today. En ik wilde me niet verslapen vanmorgen. So I literally woke up every hour and a half. Dus ik werd elk anderhalf uur werd ik until wakker. Until I ended up just getting out of bed. En uiteindelijk kwam ik gewoon het bed uit. But I didn't need to behave like that. Maar ik hoefde me niet zo te gedragen. I had set my alarm clock. Ik had mijn alarm gewoon gezet. And so sometimes it's a challenge to get going when you set your mind on the word of God because you deviate back to your natural habits. En soms is het een uitdaging om datgene van God te blijven geloven omdat je teruggaat naar jouw gewoontes. But I want to encourage you to just start today. En ik wil je bemoedigen om vandaag gewoon te beginnen. Whatever your need is, get three scriptures that are the answer and the hope to your need. En wat je ook nodig hebt, zoek drie Bijbelteksten die het antwoord zijn op jouw nood. And set your alarm. En zet je alarm aan. Your spiritual alarm. Je geestelijke alarm. Lezen. And to actually take them like medicine three times a day. En neem ze als een medicijn drie keer per dag. Colossians 3 verse 2 says, and set your minds and keep them set on what is above, the higher things, not on the things that are on the earth. Bedenk de dingen die boven zijn en niet op de dingen van de aarde. And I believe that as you start to do that, en ik geloof als je daarmee begint, you will grow, zal je groeien, you will strengthen, zal je worden bekrachtigd, you will become that overcomer girl that God has planned for you to be. Dan zul je die vrouw worden hoe God wil dat je zal worden. And it's very simple. En het is heel makkelijk. But have you noticed that sometimes the simple things are the hardest things to do? Heb je niet door dat soms de moeilijkste dingen, de makkelijkste dingen soms moeilijk zijn om te doen? So this in this environment where women are cheering you on. In deze omgeving waar eigenlijk vrouwen elkaar aan het bemoedigen zijn. Why don't you ask a friend to just join you on your journey? Waarom vraag je niet een vriend of vriendin eigenlijk om je te helpen in je reis? You can share your need and the three scriptures. En je kan je nood delen en de drie Bijbelteksten. And you can start today taking that like medicine for 21 days. En je kan beginnen eigenlijk om dat drie keer per dag eigenlijk in te nemen, te lezen. Are you up for that? Wil je dat doen? Will you do that? Wil je dat doen? Yeah? Yeah? Give me a thumbs up if you're going to do that. Well, Holy Spirit, I pray for every single girl that is sitting here. Ik bid voor elke meid, elke vrouw die hier zit. And I pray your Holy Spirit in them will enable them to do this in Jesus' name. Ja, Heer, ik bid voor de Heilige Geest dat ze toe worden, dat ze in staat komen, Vader, om dit te kunnen doen in Jezus' naam. Amen. Amen. Be blessed. Thank you.